Lekker, ik ga nu meteen. Ik word en we vragen weer met present architect. Waarom ben ik hier? Oké, dat is al heel erg goed begin van de aflevering. Gelijk alweer rellen. Nou, helemaal top. Nou, in ieder geval, in deze aflevering wil ik deze celblokken gaan bouwen, uitpeilen, hoe je het ook wil noemen. Ik wil in ieder geval kijken. Oeh, een luxe cel. Dat kan ook. Weet je wat? Dat gaan we zo eens een keertje doen. Dan wordt deze celblok gewoon voor de minder beveiligde gevangenen. Hopelijk komt het een beetje goed uit. Ja, dus zou je waarschijnlijk wel weer zien dat het toch goed uitkomt. Oh. Gewoon allemaal eventjes af en dan want volgens mij zit er dan ook gelijk al een douche in, dus dat zal ook wel fijn zijn voor hen. Het is een beetje kloten om alles weer weg te moeten halen, maar het moet wel goed komen, denk ik. Onderzoek doen, want ik vertrouw het niet helemaal. Oh, dan gaan ze weer met de tasers. Oké. Ik ga dan in ieder geval even zo deze muren neerzetten, want daarmee kan ik dan eventjes aangeven dat het dan voor de minst beveiligde mensen moet gebruikt worden. Blijf ik deze dingen ook wel gewoon even neer, de metaaldetectors. Twee sterfgevallen, zo. Oh, oké. Nou, interessant. Er is. Oh, er is dan maar net een tunneltje gegraven. Gewoon alleen maar onder de wc, ja. Dat kan. Al die bakstenen, jezus. Ja, dat maakt nog wel een duur grapje, maar gelukkig komen er straks alweer een hele bult gevangenen bij. Ik heb 70 lijken. Oeh. Ja, wonder dat ik zo weinig mensen meer had. Okay.
Nu even de waterleiding eventjes aanleggen. En dan pas ik die muren daarna nog wel een keertje aan, dat komt wel goed. Vind ik altijd zo irritant. Dan wil ik ze naar beton hebben en dan gaan ze naar baksteen. Ja, het verschil is niet echt zoveel, maar ik vind het gewoon fijner om met beton te werken dan met baksteen. Ach, is het weer zover? Hier voor mijn opzichten, maar gewoon. Is het again? Oké, hier zitten er twee tussen. Dus dan doe ik het hier ook mooi even. Oké, hier zet ik van die vensters neer. Zodat we ook nog een beetje daglicht kunnen krijgen. Oké. Okay. Het zal wel een beetje riskant zijn. Maar ja, moet maar. Even overal weer de lampjes neerzetten. Proberen dat ze toch mogen weer verwijderd worden op die plekken waar die muren komen te zitten. Ah, net niet eentje meer. Hoe kost dat eigenlijk? Geen idee.
En dan moeten er daar dan nog vensters in. Zo, lekker een beetje veel geld. Nu kan ik mooi even de vensters allemaal alvast inpleuren. Dan mogen deze blauwe druk ook allemaal weer weg. Dat is allemaal niet meer nodig, dat wordt allemaal wel gedaan. En dan heb ik nodig deze deurservo. Dus de distributie van eten gaat allemaal daarheen. Pas goed. Ah, dat is de kamerkwaliteit. Deze hebben het wel heel goed, behalve hun niet. Ik heb zodanig wel weer wat aantal waakhonden nodig, zo te merken. Dus gaan we hem mooi even aanschaffen. Zet ik hier ook wel eventjes zo'n personeelsdeur neer. Laat ik er maar 40 aannemen. Ja, dat ik de 40 heb. Oké, nu als enige nog even de betonmuren neerplempen. Zo. Kijk, nu alleen de bovenste hoeveelheid cellen nog.
is het waterniveau zo hoog? Eten. Eén ontsnapping. Grondig onderzoek. En eventjes een roll call. Beide tegelijk. Oké, ja, die eventjes de betonnen muur aan deze kant eventjes regelen. Dat vind ik wel weer genoeg geweest. Laat ik deze maar voor de zekerheid hier even neer gaan zetten. Want ik vertrouw het namelijk niet helemaal. Zo, even een beetje gas erbij.
Lijkwagens, jezus. 151, oeh. Is dat mogelijk? Nou ja, maar ik ga nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like, vaak nou. En dan zie ik me ook weer. Later.